De Surinaamse Waterleidingmaatschappij heeft vandaag een bijzondere persconferentie belegd. Hierbij is onder meer ingegaan op uitlatingen van de directeur-eigenaar Harry Boujaouen van NV Kobo op de laatst gehouden CEO-talk van de Vereniging van Economisten. SUM-directeur Marlon Oosterling gaf aan dat hij bij zijn aantreden enkele problemen heeft ondervonden. Hij vond het belangrijk aan te geven wat de SWM doet en welke richting ze opgaat. Dat is het belangrijkste. Iedereen vraagt zich af van welke richting gaan deze mensen op. Zijn we bezig het volk af te knijpen of zijn we bezig het volk water te geven? We hadden hier vooral ook een onderhoudsachterstand, vooral in het noorden. Ja, maar dat is ook binnendeels te weten, de financiële problemen van het bedrijf. En ik kan niet de garantie geven, of het trouwens, het is ook al zo, dat het noorden er anders bij ligt. Veel mensen in het noorden, zelfs de president, kreeg geen water. Nu krijgt hij weer elke dag water. Het daghuizen bij Italiaan had ook een probleem. De mensen krijgen nu allemaal water. Weliswaar moet het ook gezegd zijn dat de mensen hard hebben gewerkt om dit probleem op te lossen in het noorden. Maar je hebt ook een paar grappenmakers daar aan de Anton Drachtenweg die het water ook zaten te zuigen met grote hydrofoors. Ook Sail en Torarica zullen in de toekomst voldoende water hebben voor hun bedrijfsvoering. Verder wordt het waterprobleem in Kommewijnen aangepakt. Oosterling deed een beroep op de mensen van Kommewijnen om het hoofd koel te houden. De SWM-directeur ging tenslotte in op de uitspraken van de Kobo-directeur die hem danig gestoord hebben. Volgens Boujaouen was het een kliek bij de SWM die weigerde om buizen bij zijn bedrijf NV Kobo af te nemen. Oosterling toonde via een missieve aan dat de Kobo-directeur in 2012 van de overheid een opdracht heeft gekregen van ruim 1,4 miljoen SRD. Daarvoor had hij ook een order gehad van minister Rusland. Dat is het belangrijkste. Iedereen vraagt zich af van welke richting gaan deze mensen op. Zijn we bezig het volk af te knijpen of zijn we bezig het volk water te geven? We hadden hier vooral ook een... Gaat u hem vragen, dit zijn de leveringsbonnen waarbij hij geleverd heeft. Dit zijn de leveringsbonnen van Kobo waarbij hij voor die 1,4 heeft geleverd. Je moet hem vragen, ik heb die bonnen gezien en je moet ze komen fotograferen straks hoor. Maar nu komt het probleem. Ik werd vanmorgen gebeld, want hij kon me niet direct leveren. Deze levering heeft met heel veel moeite 6 maanden geduurd. Gaat u na, u kunt die bonnen straks komen kijken. En ik eis van u dat u komt kijken, want ik wil niks meer horen hiervan. Want wanneer we in een fest zitten en men zit te giechelen en dit te doen, en ik met de voorzitter praat, van de veld, ik met hem gesproken, en hij mij zegt, van Marlon, dit wist ik niet. Vraag hem, bel hem op. Ik wist dit niet. Maar dat, zo zit het, zo zit de vork in de steel, vriend. Anyhow, word ik gebeld door Kobo. Vriend, ja. Ik wil 50.000 liter water kopen. Want ik heb geen water om te drukken. Let wel, kopen. Ik heb toen gezegd, je hoeft niet te kopen, ik ga je geven. Ik heb hem ook gegeven. Ga hem vragen. Ik heb het hem ook gegeven. Want ik heb hem gezegd, we moeten dit ding een kans geven. We moeten het een kans geven. Dat ding moet lukken, man. De SWM-directeur zei tenslotte dat NV Kobo buizen heeft geleverd die na verloop van tijd lekten. De Kobo-directeur gaf aan dat op instructies van Oosterling hij de buizen harder heeft gemaakt.
De SWM-directeur benadrukt dat hij nog steeds een voorstander is van samen problemen oplossen. Er volgden echter meer problemen die niet opgelost konden worden. En dat is de reden waarom er voorlopig niet gekocht wordt bij Kobo.